Het zorgt voor ergernis dat media, zoals de talkshow Renze op zondag vooraan staan om Frank Masmeijer een podium te bieden, nu deze veroordeelde crimineel een muzikale carrière is begonnen. De oud presentator was anderhalve week geleden te gast in het programma van Renze Klamer, waar hij uitgebreid de ruimte kreeg om zijn verhaal te doen. Angela de Jong houdt er een nare bijsmaak aan over, met name omdat ze uit, zeer betrouwbare bron, heeft gehoord dat Renze een belangrijke eis van Frank heeft ingewilligd om hem maar aan tafel te kunnen krijgen. Ze onthult in haar AD-media podcast: Frank Masmeijer heeft gewoon het trucje herhaald wat hij al ook een keer heeft geflikt bij Boulevard. Hij wilde namelijk niet samen met John van den Heuvel aan tafel. Dat was gewoon een harde eis van hem. Het is een herhaling van zetten, al dus Angela. Hij heeft ook al een keertje omkeerd gemaakt toen hij bij Boulevard zou zijn, maar er toen achterkwam dat Peter R. de Vries daar was. Toen wilde hij ook de confrontatie niet meer aan. Wat een lafbek, hè? Dat Rensen daarin is meegegaan, stelt Angela teleur. Ik snap ook niet van het programma dat ze daar meegegaan zijn. Dat had ik nooit gedaan. Dan had ik gezegd: dan kom je maar niet, doei. Zo belangrijk ben je niet, Frank Masmeijer.